Godzijdank heb ik een aantal hele lieve vrijwilligers die keer op keer op keer dan toch komen. Maar je ziet dat die mensen echt moe worden. En, zijn ja, overwerkt. Ja, ze zijn echt overwerkt. Ja, wij allemaal hier eigenlijk. Ja. Met 275 vogels in de opvang en maar een paar handen om ze te verzorgen, is de situatie onderhand ondraaglijk. En het wordt elk jaar erger. Meer vogels, minder vrijwilligers. Ja, dit is gewoon nood. Dat als je onze Facebookpagina bekijkt, het is al weken, maandenlang allerlei oproepen voor vrijwilligers. We hebben ze echt schreeuwend hard nodig. En alle opvangen in Noord-Holland hebben ze nodig. Iedereen wil dat er voor deze dieren goed gezorgd wordt. Help ons daarbij. De situatie is tegenwoordig dus bijna niet meer te doen. Maar volgens Kirsten is de oplossing simpel. Voor nu meer vrijwilligers. Ervaring is niet nodig. Helemaal niet. En wees niet bang. Je ziet het, de o zo vervaarlijke zwaan, die ligt nu gewoon heel rustig naast me. Nou, jij bent er weer even vanaf, vriend. Dat was het weer. Dat was het weer. Heb je de vogel gered? Nou, gered. Ja, deze hebben we inderdaad. Die was doodziek dat hij binnenkwam. En die gaat nu gewoon herstellen. En als je nou een oproep zou mogen doen aan de mensen thuis, die nog zitten te twijfelen of ze misschien vrijwilligerswerk zou willen doen, wat zou je dan zeggen? Ik zou zeggen, meld je alsjeblieft bij een opvang bij jou in de buurt aan. Het is zo nodig. Help de mensen om dit soort vogels weer op de been te krijgen. Help ze met alle jonge dieren die er nu nog zitten. Help, alsjeblieft.